Het was een rare week ook weer, maar dat zeg ik volgens mij elke week. Geen enkele week is normaal, dus volgens mij moet ik gewoon nooit meer zeggen dat het een rare week was, want het is nooit normaal hier of zo. Ik weet het niet. Hey, goedemorgen. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe vlog. Het is voor mij alweer dinsdagmiddag. Ik heb gisteren een drukke dag gehad. Ik heb vanmorgen weer 3 uur les gegeven. Ik ben helemaal versleten. En eigenlijk wil ik gewoon op de bank gaan liggen en even mijn ogen dicht doen. Maar dat kan niet, want ik moet nog een paar boodschappen doen. Ook al was het een paar boodschappen voor morgenavond. Want dan vieren we een soort van pakjesavond hier. Ik heb vanavond nog een les. En er is een pakketje voor mij bezorgd bij een van de winkels hier. Maar dat zijn 4 pakketten. Dus ik ben benieuwd wat dat is. Want ik kan me niet herinneren dat ik iets van 4 pakketten besteld heb. Dus ik ga zo even kijken wat dat is. Een boodschap doen als ik dan die boodschap heb gedaan. Dan kan ik misschien wel heel even gaan liggen met mijn ogen dicht. Omdat ik moe ben. Dus dat. Nou, barst. Ik wilde alvast gaan kijken of dat pakket wat het was, of ik het kan ophalen. Maar volgens het briefje kan het pas vanaf 4 uur en het is nu 2:30. Nou ja, ik ga toch maar gewoon even kijken of het er stiekem al ligt. Het is ook soms wel eens zo. Ja. Ik ben echt moe. Oké, de pakketjes zijn hier. Met een beetje hulp van Ian. Want die gaan nog wel. Die en die. Maar die zijn echt niet te tillen. Right. Oké, wie ben ik en wat heb ik met mijn vroegere sporthatende zelf gedaan? Oh, het is echt verschrikkelijk. Het is donderdag. Donderdagavond. En ik lig hier al de hele middag met gigantische hoofdpijn. Echt gigantische hoofdpijn. En dat heb ik eigenlijk al een paar dagen. Ik had gisteren ook ontzettend hoofdpijn. Dat was een beetje jammer, want het is natuurlijk Sinterklaas. We hebben het niet echt gevierd zoals voorgaande jaren. We hebben een kerstfilm gekeken. Zo rollen wij. Mijn ouders waren er. Ian was er. Mijn zusje was er. We hadden een paar kleine cadeautjes. De jongens hebben een spelletje gekregen voor de PS4 allebei. En verder wat snoeperijtjes. En de kinderen hadden eerder al een zitzak en een stellingkast gekregen van Sinterklaas. Dus dat was eigenlijk wel gewoon prima. Boven dat ik echt ontzettende hoofdpijn had al de hele dag. Dus eigenlijk dinsdagavond begonnen. Dus nu lig ik hier. Ik hoop echt dat die hoofdpijn snel verdwijnt. Het is gewoon echt niet leuk meer. Het is echt heel vervelend. Ik word er stikzaggerijnig van. En ik doe niet zoveel. En dat vind ik ook wel heel erg jammer. Want ik wil wat productiever zijn. Er zijn heel veel dingen die ik moet doen. Die ik ook heel graag wil doen. Die hoofdpijn is gewoon verlammend. Het is gewoon echt heel vervelend. Maar ja, we doen het er maar mee. Dus normaal op donderdag. Dan komt Ian iets eerder naar huis. Dan mag ik zijn auto lenen om naar de sportschool te gaan. Om strong te geven. De jongens eten dan bij hem. Dan maakt hij standaard pasta. En wat hij dan doet, vind ik echt super tof. Is dat hij voor mij een beetje pasta uit de pan haalt. Ik hou niet van pasta met tomatensaus. Vind ik echt niet lekker. Maar hij gooit dan door dat kleine beetje pasta. Gooit hij pesto. En hij bakt wat kipreepjes met knoflook. En dan doet hij dat in een bakje en dan geeft hij dat aan de kinderen mee als ik ze kom ophalen voor mij. Vind ik echt super tof. Echt heel erg lief. En als ik dan thuis kom, dan is het meestal 8 uur. Dan kunnen de jongens even lekker onder de douche doen. Ik lekker die pasta zitten eten. Dat is echt super chill. Echt super tof. Ben ik heel blij mee. Ik heb laten weten dus dat ik vandaag niet naar de sportschool ga. Dat ik hier blijf liggen. Ik lig hier helemaal prima eigenlijk wel. En toen komt hij hier zo meteen de pasta maken. Echt super tof. Eet hij hier met de jongens. Maakt hij ook voor mij weer een apart bordje pasta. En dan gaat hij door naar mijn zusje. Om mijn zusje even te helpen met de kast. Dus top. Zo helpen we elkaar nog een beetje. Nou ja, zo kan het ook. Zo kun je ook scheiden, mensen. Zo kun je ook scheiden. Ik haal dit masker weer even weg. En ik ga weer even zwelgen in zelfmedelijden vanwege de pijn. Tot later. Het is zondagavond. Dus nou ja, eigenlijk nog middag. Het is nog geen 5:10. Ik had eigenlijk moeten stofzuigen vandaag, maar dat heb ik niet gedaan. Ik heb wel eindelijk weer eens een stukje geschreven. Yes! Morgenochtend komt hij online. Het gaat over november, hoe belachelijk snel dat voorbij is gegaan. Want die was ook echt zo voorbij, dat heb ik volgens mij al een keer gezegd. Anyway, dus dat heb ik geschreven. Ik heb ook een serieuze doorstart gemaakt met de cursus Spaans. Maar daar kom ik ook nog wel uitgebreid op terug. Want mijn zusje staat beneden te wachten. We gaan lekker uit eten met mijn moeder. Dus dag!
anders een filmpje. We hebben gegeten, we hebben te veel wijn gedronken, we zijn melig. Zij ook. Ze heeft maar één glas op, maar ze is melig. Hij heeft een halve fles op. Die is ook melig. Oh, en ze... Nee, dat ga ik niet zeggen. Dat ga ik niet zeggen. Nou, we weer thuis. Het was hilarisch. Een beetje te veel gedronken, maar hey, moet kunnen. En dan zeg ik te veel, maar ik heb denk ik 2 of 3 glazen wijn op, dus dat valt ook nogal mee. Het is 8:30 geloof ik en ik ga nu deze vlog alvast bewerken, want morgen heb ik er natuurlijk ook geen tijd voor. En dan komt hij gewoon dinsdag online. En ja, als ik deze vlog dan bewerkt heb, denk ik dat ik gewoon lekker in bed kruip, lekker vroeg. Lekker nog een filmpje ga kijken of iets dergelijks en lekker op tijd ga slapen. Ja, het was een rare week ook weer, maar dat zeg ik volgens mij elke week. Geen enkele week is normaal, dus volgens mij moet ik gewoon nooit meer zeggen dat het een rare week was, want het is nooit normaal hier of zo. Ik weet het niet. Anyway, dankjewel voor het kijken. En tot volgende week.